Zo, Raymond, hoe gaat het? Ja, goed. We zijn in Mierlo, want hier zijn we vorig jaar ook al geweest. We gaan naar een frietent. Ja, vorig jaar ging het niet heel goed, want toen was net de vader van de huidige eigenaar overleden. Het bedrijf bestaat 3 generaties en wij zijn dit jaar in het 53ste jaar. Nou, wilden wij langskomen. We stuurden ons in februari al een berichtje. En toen was er ineens 3 weken geleden, geloof ik, triest nieuws. Helaas slecht nieuws, ja. Mijn vader is 3 weken geleden overleden. Maar het gezicht van het bedrijf is en blijft nog steeds mijn vader. Dat was dus vorig jaar. Nu zijn we een jaar verder. En ja, nu hebben we eigenlijk mooi nieuws. Toch, Eva, hebben we een leuk berichtje gehad. Ja, heel mooi bericht. Want Nick van Waaienburg, de zoon van de eigenaar, de toenmalige eigenaar van de frietent, die heeft besloten samen met zijn moeder om de frietent te vernoemen naar vader Rijn. Dus ik zou zeggen, laten we even gaan kijken. Frietje bij Rijn. Hoe gaat het met je? Goed. Ja. Heel druk. Ja, lekker bezig met de zaak. Alles een beetje op de rit inmiddels. Dus. En nou gaat er iets heel moois gebeuren, want de naam is veranderd. De naam is inderdaad veranderd. Jij heet nu? Rijntje. Ja. Dus in plaats van Eethuis van Waaienburg is het nu Rijntje. Een eerbetoon aan mijn vader. We zijn nu bezig met de omvorming. Alles wordt nu gemaakt. We hebben vlaggen in de tuin. Die zijn nu pas veranderd. De digitale uitingen zijn ook veranderd. De website wordt binnenkort gedaan. Dus. Waarom wil je dat nou zo doorgaan? Hij wou het vroeger zelf altijd niet, omdat hij het een tikkeltje arrogant vond. Maar wij vonden het een heel mooi eerbetoon, aangezien toch het hele dorp zegt van we gaan friet halen bij Rijntje. Vaak denk je nog aan hem tijdens het bakken hier? Ja, eigenlijk elke dag toch wel. Kijk, je staat hier elke dag te werken. Het is zijn zaak, hij heeft het opgebouwd en op de een of andere manier speelt het toch altijd mee. Hoe erg mis je hem? Ja, heel erg. Het is gewoon moeilijk uit te leggen. Maar het komt allemaal goed. Ja. Gewoon doorgaan. Altijd laten zien wat je kent. En altijd laten zien dat je zoveel mogelijk de beste probeert te zijn. Ja, doet ook per portie hier. Dat hij het overneemt, dat was al de bedoeling. Alleen is het nou op een vluggere basis gegaan. Hè? Wat vindt u er nou van dat de zaak de naam van uw man draagt? Dat is dat Rijntje wordt, ja. Het is net wat hij net zelf zegt, van iedereen die gaat friet halen bij Rijntje en niet in de Tuukske. Wat zou uw man ervan vinden? Nou, ik denk dat hij wel trots zou zijn. Ja. Ja. U bent ook trots op de zoon? Dat zeker. Dat zeker. Kijk, het belangrijkste onderdeel van het programma. Ziet er goed uit, man. Ik zeg op jouw vader. Nou, hartstikke bedankt.